grote brand in Horssen. Penningmeester carnavalsvereniging verduistert 11.000 euro. En Manege Brakkestein neemt asielzoekers de Apel over. Dit is het RN7 Regio Nieuws van woensdag 12 oktober. Vanochtend was er een brand in een loods in Horssen. Dit werd bij de brandweer gemeld als groot vuur. Gelukkig waren zij snel ter plaatse om het vuur uiteindelijk gemakkelijk onder controle te krijgen. Er zijn geen gewonden gevallen. Ja, we staan hier in Horssen. Vanmorgen is je brand uitgebroken in de loods achter ons. De brand is opgeschaald naar grote brand. Dat betekent dat we 3 tankautospuiten ter plaatse hebben laten komen voor de blussing. Een hoogwerker aan de schuimdusvoertuig. Vanwege de beperkte waterwinning hier te plaatsen. Voor de zekerheid is er ook nog een grootschalig watertransport deze kant op gekomen. Maar die hebben we uiteindelijk niet in hoeven te zetten. Omdat de vuurhaard redelijk vlot onder controle was. Er ligt een brandkraan hier. De brandkraan heeft onvoldoende capaciteit om die voertuigen alle 3 te kunnen voeden. Vandaar dat 1 auto voor de waterwinning op de sloot is gezet. Het is een werkplaats, dus daar hebben diverse materialen gebrand. Het is op dit moment voor ons niet aan te geven wat er precies heeft gebrand. Het zijn golfplaten, niet als westhoudende golfplaten. En die springen kapot door de warmte, dus het is niet echt ingestort. Maar de golfplaten die zijn wel bezweken door de warmte. We zijn aan het nablussen, de laatste vuurhaarden aan het afblussen, dus nacontrole. En als we daarmee klaar zijn, dan geven we het pand vrij aan de eigenaar. En dan is verder het opruimen voor de eigenaar. De penningmeester van carnavalsvereniging De Vrolijke Golf in Deest stond afgelopen dinsdag terecht voor het verduisteren van geld uit de clubkas. Volgens Dagblad De Gelderlander gaat het om ruim 11.000 euro. De 34-jarige man vertelde dat de verduistering kwam door een gokverslaving. De verslaving begon door prikkels in zijn relatie en alcoholgebruik. Daarna kwam daar cocaïne en gokken bij. Bij het gokken liep het erg uit de hand en verloor de man veel geld. Met het geld van de carnavalsvereniging probeert hij zijn verlies goed te maken. In Brakkestein komt in een voormalige manege een opvangplek voor 200 tot 250 asielzoekers. Door te weinig opvangplek bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft het Rijk Veiligheidsregio's dringend gevraagd om extra crisisnoodopvangplekken aan te bieden. De noodopvang in manege is in ieder geval tot eind dit jaar. Onze regio is deze week flink in de prijzen gevallen bij de postcode loterij. De deelnemers die gewonnen hebben wonen in Wijchen en Lent. In totaal hebben zij 275.000 euro gewonnen. Zo hebben de 4 winnaars uit Lent ieder 25.000 euro gewonnen. In Wijchen wonnen 3 winnaars datzelfde bedrag en 1 winnaar won zelfs een ton. De uitreikingen aan de winnaars zijn 14 en 21 oktober te zien in het programma Koffietijd op RTL 4. Hoi, ik ben Pleun en vanaf vandaag presenteer ik elke week de nieuwste bioscoopfilms. Zoals je inmiddels van ons bent gewend, tippen we elke woensdag een paar gloednieuwe films die de dag erna in de bioscoop te zien zijn. Vanaf vandaag doen we dit in een volwaardig nieuw programma onder de naam Cinema, dat direct na het nieuws te zien is. Dus blijf kijken, zometeen na het nieuws, de nieuwste films op RN7. Het is veilig om te shoppen in Beuningen. Het centrum heeft woensdag daarom voor de 3e keer de keurmerk Veilig Ondernemersster ontvangen. Deze werd uitgereikt door het Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid. De KVO-ster is te danken aan de nauwe samenwerking tussen ondernemers, politie, brandweer en de gemeente. Ja, een keurmerk Veilig Ondernemen staat eigenlijk dat je als centrum, ondernemers, een toezicht vanuit de gemeente en politie en brandweer samen werkt dat je een veilig winkelcentrum hebt. We hebben ondernemers bevraagd, we hebben de politiecijfers opgevraagd, brandweercijfers, gemeentecijfers. En daarin zien we eigenlijk op alle lijnen, alle fronten, zien we een verbetering van veiligheidsgevoelens. We zijn met verschillende projecten natuurlijk bezig geweest en we zien dat de veiligheid in het centrum en vooral hier in het winkelcentrum toegenomen is. Kijk, overal gebeurt wel eens iets, hè? Zo is het ook. Maar het grootste probleem is nu scooteroverlast en dat is heel vervelend, hè? Want het kan onveilig zijn. Maar als we daarbij kunnen houden, denk ik, kunnen we heel trots zijn in Beuningen, want dan hebben we echt een veilig winkelcentrum. Niet alleen winkelgebieden maken kans op zo'n KVO-ster, ook bedrijventerreinen kunnen er een krijgen. Bedrijventerrein Bijsterhuizen heeft er woensdagochtend ook een ontvangen.
Het was vandaag nog best een aardige dag. Het was in ieder geval droog en af en toe kwam de zon ook nog even tevoorschijn. Helaas gaat dat de rest van de week wel veranderen. Morgen wordt een vrij regenachtige dag. De dag start bewolkt en vrijwel overal zal er van tijd tot tijd wat regen vallen. Tegen het einde van de dag is er pas weer wat kans op zon. Ook in onze regio houden we morgen niet droog. Vooral in de loop van de ochtend en het begin van de middag kunnen we met de nodige buien te maken krijgen. De temperatuur komt uit op zo'n 14 à 15 graden. Ook op vrijdag en zaterdag blijft het nat. De temperatuur stijgt wel iets door naar 16 en 17 graden. Zaterdag wordt het zelfs 18 graden en zal de buiigheid iets afnemen. Ook zal de zon dan wat vaker te zien zijn. Tot zover het RN7 Regio nieuws van vandaag. Morgen zijn we er weer. Houd in de tussentijd het laatste nieuws in de gaten via onze website en in onze gratis RN7 app. Tot morgen.